Dit is het 1Twente nieuws van dinsdag 29 oktober. Het meest omvangrijke misdaadproces van de regio begint. En Heracles e-sporter Brian Hessing krijgt versterking. We hebben een jongen aangetrokken, niet in de loondienst, Lef Vinken uit Amsterdam. Hij speelt gewoon de PlayStation kant voor Heracles Almelo. Alleen dat, voor de rest niks. Ik ben gewoon het boegbeeld en doe alles voor de club. Goeiedag. In de Almeloze rechtbank begint vandaag het meest omvangrijke misdaadproces van de regio. Twee broers worden verdacht van in totaal 8 moordpogingen die in de komende 3 weken worden besproken. De liquidatiepogingen vonden plaats in september 2017. De twee broers zouden hebben gehandeld in opdracht van een Twentse onderwereldbaas die al enkele jaren vastzit in een Duitse gevangenis. Zijn bende voert een strijd tegen een groep mannen met banden met Satudara. En een van de verdachten wordt ook verdacht van het neerschieten van een man in mei 2017 in Gronau in opdracht van de onderwereldbaas. Toen deze vastzat, zou zijn vrouw zijn vreemd gegaan met het broertje van het slachtoffer. Die laatste eist nu een schadevergoeding van 66.000 euro. Zijn leven is volledig op zijn kop gezet en hij is nog altijd niet in staat om te werken. Er zijn 6 kogels op hem afgevuurd, 4 daarvan waren raak. Woningcorporatie Welbions in Hengelo waarschuwt voor mannen die zich voordoen als cv-monteurs in Hengelo. De monteurs proberen woningen binnen te komen voor onderhoud aan de ketel. Welbions adviseert altijd om legitimatie te vragen. Ter controle kan er gebeld worden naar Welbions of naar GEAS. En de E-divisie gaat binnenkort weer van start. In die competitie vechten eredivisieclubs voor de titel, maar dan op de Xbox of PlayStation. Vorig seizoen won Heracles-speler Brian Hessing de titel in de Xbox-competitie. Dit jaar krijgt hij versterking. Wat is er veranderd in competitieopzet ten opzichte van de competitie dat jij de kampioenschap binnenhaalde? Wat niet. We hebben een jongen aangetrokken, niet op loonsdienst. Lef Vinken uit Amsterdam. Hij speelt gewoon de PlayStation kant voor Heracles Almelo. Alleen dat, voor de rest niks. Ik ben gewoon het boegbeeld en doe alles voor de club. Hoe goed is Lef? Ja, vorig jaar was hij 4e van de wereld, dus we hebben een top in huis gehaald. Kijk eens vooruit naar die competitie. Hoe schat je je eigen kansen in? Nou, zoals ik iedereen hoor, nu met Lef zijn we wel titelkandidaat. Maar Ajax moet kampioen worden en wij gaan er vol voor. Dus we gaan het heel moeilijk maken en wij gaan echt voor het kampioenschap, maar Ajax moet kampioen worden. Waarom? Ja, meest geld hè. Echt voetbal en e-sport. Dus ik hoorde vandaag dat ze een aankondiging gaan doen om 12:30. Dus ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk een topspeler ergens. Misschien wel uit de wereld, dus we gaan hout in de gaten. Je speelt gewoon een competitieformat, dus gewoon een normale competitie, dus 17. En dan op een gegeven moment gaat de top 2 gaat door naar de knock-out fase. En het plek 3 tot en met 14 speelt tegen elkaar. Dus plek 3 speelt tegen 14, 4 tegen 13 enzovoort. En op een gegeven moment blijft er 8 over. En dan heb je een KO-wedstrijd. Gewoon kwartfinale, halve finale en finale. En we willen graag het wereldrecord gaan verbreken. Met 4000 man in Ahoy. Alles is live, dus we gaan één mooie finaledag. Hopelijk met een mooi wereldrecord. Al 2 jaar vormen de voormalige Troubadour, De Weert en Theo Scholte School in Haaksbergen samen met de buitenschoolse opvang het Integraal Kindcentrum De Chameleon. De kinderen gingen de afgelopen tijd regelmatig op bezoek bij een bouwplaats waar hard gebouwd werd aan een nieuw onderkomen waarin alle partijen samen een plek hebben. Deze zomer was het nieuwe gebouw klaar en onlangs werd het feestelijk geopend. Voor mij het bewijs dat we samen IKC zijn. En hier mogen we trots zijn met elkaar. En dat zal ik vanmiddag tijdens de officiële opening ook zeker vertellen.
Het weer dan nog. Afgezien van een wolkje hier en daar is het stralend weer deze dagen. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig bij een temperatuur van zo'n 10 graden overdag. 'S Nachts kunnen we het rekenen op temperaturen rond het vriespunt. En het blijft droog. Tot zover het nieuws. Zometeen hier op 1 Twente. Twents Festival voor de korte film en Club van de Week. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen.